Nu nog voor de camera van Vegdal TV, straks erachter. Ja, lijkt me erg leuk om te gaan doen, om straks voor Vegdal TV iets te gaan brengen. En dan met name in de sport. En voetbal heeft mijn hart, maar ook andere sporten hebben een grote aantrekkingskracht, vind ik zelf altijd. En welke sporten moeten we dan aan denken? Nou, paardrijden kan, handbal kan, schaatsen kan. Je kunt zo gek niet bedenken, alle sporten kunnen wat mij betreft de revue passeren. En heb je van al die sporten die je nu noemt ook voldoende verstand of moet je daar nog je best voor doen? Nou, ik noem wel wat sporten op waar ik wat minder verstand van heb, maar paardrijden en voetbal, daar heb ik het meeste verstand van. En al die andere sporten ben ik gewoon geïnteresseerd en hoop ik nog wat meer feitjes te leren en te kennen. Wat ga je de kijkers laten zien? Ja, een beetje de achtergronden van de sporten. Dat vind ik het meest interessant om dat te laten zien. Hoe een sporter naar een wedstrijd toeleeft, hoe die de wedstrijd beleeft. En vervolgens om te praten achteraf van, is datgene wat ze ambieerden nou uitgekomen? En is het een beetje volgens plan, heeft ze zich allemaal voltrokken? En het is dan meer dan het laten zien van de wedstrijd, het balletje trappen om het zo maar te zeggen? Ja, dat vind ik eigenlijk veel leuker. Dus het verhaal eromheen, dat heeft de aantrekkelijke kant om dat te laten zien en om dat te kunnen belichten. Dus hopelijk ben ik in staat om dat een beetje naar voren te brengen. En dan met name natuurlijk de sport in Dalfsen, maar ook een beetje in Ommen. Heeft Vegdal TV een nieuwe langs de lijn talent in huis gehaald? Ze hebben wel iemand in huis gehaald, maar of het een talent is. En als je op je 61-jarige leeftijd nog kunt spreken over een talent. Nu moet het onderhand wel een beetje naar buiten komen, denk ik dan. Anders word ik straks het eeuwige talent genoemd. Nou is politiek natuurlijk jouw ding, daar kennen we je ook van. Dit is een hele andere stap in je carrière, zou je kunnen zeggen. De politiek? De politiek die heb ik verlaten. Of dat tijdelijk is geweest of permanent, dat weet ik nog niet. Mijn ambities om iets in de politiek te blijven doen, die zijn er nog wel degelijk. Maar het hele plaatje moet natuurlijk wel passen. En wie weet gaat dat in de toekomst nog een keer gebeuren. Maar we zullen zien. 7 jaar wethouder in de gemeente Dalfsen. 4 jaar Kamerlid voor het CDA. En nu aangesloten bij Boer-Burger-Beweging. Ja, dat klopt. Dat is mijn CV, mijn politieke CV tot nu toe. En of dat daarvoor BBB ook in de toekomst nog een aandeel bijkomt, dat zullen we dan maar zien. Gaan we hier nog een keer terugzien in de Kamer, in de Provinciale Staten wellicht? Er valt eigenlijk nog niets over te zeggen. Het bevalt me ook heel goed om, zoals je hier ziet, om boer te zijn. En Kamerverkiezingen die zijn nog waarschijnlijk ver weg. In ieder geval 3 jaar en mogelijk eerder. Maar het boerenbloed kruipt waar het niet gaan kan. Dus als ik iets voor de agrarische sector zou kunnen doen, dan zou ik het niet nalaten. Ik wens je veel succes, collega. Ja, we zijn collega's nu. Hartelijk dank, Hans.